Vlas wordt dus gezoord en dat was vroeger jaren, die oude mensen zien dat nog. Vlas moet gezoord zijn op de onderste dag van het jaar. Reken het maar uit wanneer dat is. Ja, de onderste dag van het jaar, dat was zo tijd van Vlas. Dus dat was Vlas dat groeit, dat wordt dan gewied. Vroeger deden ze dat veel omslachtig, want dan kruipen ze pandjes en op handen met mijn deur. Vlas, maar nou lopen ze dan een keer met een lange stekerdeur, om de dagelijkse steken aan het rijden stonden, dat was dus klaar. En dan ga je de Vlas raken, vroeger dus met dan, slijten. Ja, tegenwoordig machines van eigen. Is Vlas gesleten. Ja, daar wordt er dus nu tegenwoordig ook al door de machine zelf automatisch gebonden, maar vroeger moest dat apart op, want dan kreeg je dus die stuiken. Er stond intussen in de stuik dat wat ruigt, god in de schaaf, en van de schaaf god op voer en god naar het hof, in het bedrijf. En dan kreeg je door het repel, vroeger jaren met de rol, dan sloegen ze die schrangenvlas, sloegen ze tussen die rol een deur. Later jaren zijn dan die omermachines opgekomen, die kloppers. Hoe zijn ze dat tegen precies? Repelen is het eigenlijk. Hoor. Ja, en met die jongens? Ja, dat was een klopper, een nummermachine, een klopper. Dus als dat vlas dus gerepeld is, ja goed, dan gaat dus vroeger vele naar het land om opengeleid te worden, spreiden. Nee. En nu gaat het naar de rietputten. Dus had gespreid wie vroeger, ja, dan moest het dus opgezet tegen dat overigens geloofd was, of begin van loving, moest het gekeerd worden, dat het een onderkant boven kwam. Ja. Was wanneer zijn vader met wat regenbeukers nog wat vader geloof, komt een andere kant weer terug, twee keer skieren. Dan opgeruipen van de grond weg, in een stuk zetten, dan uit een stuk binnen. En dan weer via het vlas naar het hof terug. Maar ja, nu met de ruiterij en wat is naar de ruiterputten. En ja, daar zijn dagen in te komen, er dus geruurd uit. Ja, ja. En dan gaat het nu tegenwoordig dus rechtstreeks naar de tribune. Of het wordt opgestopeld in de tijd, maar uiteindelijk moet het naar de tribune terechtkomen. Maar, ja, nu zijn er geen zwingermeulens meer op Koewacht, maar gaat hij veel jaren terug, gaat hij dus ontzettend veel zwingermeulens, gaat hij niet vast, dus met de hand gezwingeld hier. Met de meulen dan. Is het gezwingeld, dan wordt het dus opgemokt. Ja, en is het opgemokt, dan gaat in de poppen, noemen ze dat. Dat sommige er opgemokt vast is een pop. En die binden ze vast tot bussels. En daar legt het maar te wachten tot er een kuiper komt. Ja. En via de kuipers gaat dan naar de spinnerijen. Fabrieken. Ja, de fabrieken. Ja. En dat ruiten, wat voor dient dat eigenlijk niet? Dat ruiten, dat dient dan om de vlasvezel te schieten van het uiterste gedeelte. Ja. En dat uiterste gedeelte, dat is later door het zwingel breekt, die vlasvezel die breekt en dat, dat noemen wij leem. Leem, en wordt er gebruikt hier? Leem, die hebben in de oorlog ontzettend veel gebruikt voor stoken. Ja. Geen kolen te krijgen,